Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Meneer Beekman, de houtdoe, dat is iets wat u opgezet heeft of u heeft het initiatief genomen hier in Doesburg, wat straks geopend gaat worden. Hoe bent u daartoe gekomen? Nou, ik had in Arnhem een werkplaats met beginnend dementen en demente bejaarden. Daar maakten wij allemaal meubels en toen ben ik gaan informeren of dat ook niet in Doesburg kon. Dat is een jaar of 5 geleden. En nou, er was geen animo voor, volgens de mensen die daarover gingen. En nu na 5 jaar hebben we hem toch opgestart. Ja, ondanks corona is het toch gelukt, zogezegd. Ja. Wat doen jullie eigenlijk hier bij de houtdoe? Wat is de bedoeling van houtdoe? Ja, de naam zegt het al. Iets met hout doen. Ja, het is de bedoeling dat mensen uit Doesburg, die kunnen lid worden van houtdoe. Dan betalen ze €15 in de maand en dan kunnen ze hier allerlei dingen maken onder begeleiding. Dat is eigenlijk de bedoeling. En daarnaast de sociale contacten die daar dan ontstaan. Dus voor ouderen, voor jongeren, gewoon inwoners van Doesburg en omgeving. We zullen tegen niemand zeggen dat hij niet kan komen. Zolang als we niet vol zijn en nog genoeg plaats hebben, kan iedereen aansluiten. En voor de sociale contacten is dat gewoon heel belangrijk. Ja. We moeten mensen gewoon uit hun sociale isolatie halen en hier iets doen. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die niet een kaartspelletje willen doen of mens ergen niet. Maar die willen gewoon wat bouwen en daar hebben we dit voor opgezet. We willen gewoon lekker met de handen bezig zijn, zo gezegd. Maar ze moeten natuurlijk wel affiniteit hebben met houtbewerken natuurlijk. Nou, die affiniteit die maak ik wel. Okay. Als ze alleen maar komen. Dat vind je het belangrijkste? Ja. Ik heb het liefste dat hier iemand binnenkomt en zegt van, nou, ik heb niks met hout. Ja. Dat heb ik in Arnhem ook wel gehad. En dan zei ik van, ja, laten we nou eens met een halve dag beginnen. Ja. Nou, diezelfde man die een halve dag begon, die is nu 4 dagen. Okay. En die doet niks anders als de klapstoelen bouwen. Dat vindt hij gewoon hartstikke leuk. Ja. Nou, u kijkt ook iemand die helemaal niks met hout heeft, zo gezegd. Dus, Ja, dat maakt niks uit, want die meneer die was vrachtwagenchauffeur geweest, buschauffeur en taxichauffeur geweest. Dus die had ook niks met hout en niks met de handen. En die is nu heel enthousiast en komt 4 dagen in de week op de werkplaats in Arnhem. Dus voor u gaat de wens in vervulling, heb ik begrepen, ook hier in Doesburg. Maar gaat hij dan zo meteen in Arnhem ook nog aan de slag of is dat afgelopen dan? Nou, daar ben ik nu aan het afbouwen, want daar moeten vervangers voor komen. En zolang als ik kan, zal ik ze daar nog ondersteunen. Maar dat bouwen af, dat hangt er vanaf hoe druk het hier wordt. Ja, nou, ik denk dat het wel erg druk gaat worden. Ik wens u in ieder geval heel veel succes ermee. Ja, dank u wel. Ja, okay. De timmerwerkmaat wil Tony vragen om ons naambord even te onthullen. Ga je gang. Ik wil vragen om Houtdoe is een vereniging opgericht op het initiatief van Ben en Tanja van Doesburg Initiatief. En we zijn met een aantal mannen en vrouwen, hebben we daar 2 mooie werkplaatsen gemaakt hier beneden. Het eerste belangrijkste is natuurlijk de hellingbaan, zodat ook mensen met een rolstoel of met een rollator onze werkruimtes kunnen bezoeken en veilig naar beneden kunnen wandelen, zoals je ziet. Ja, met houtbewerking. En dan in de verschillende vormen, figuurzagen
Nestkastjes maken, stoelen maken, ja, noem het maar op. Wat we graag willen en een beetje voor de verkoop natuurlijk. Dan moeten we centjes. Hier beneden hebben jullie een mooie ruimte gekregen. We hebben hier twee mooie ruimtes gekregen. De medewerking van Attent. Die huurt dit gedeelte van het gebouw. En met medewerking van wij, van de Woonservice IJsseland. Ja. En we mochten deze twee ruimtes huren. Okay. Dus deze ruimte is helemaal ingericht door de mannen met mooie werkbanken. Hoog en laag verstelbaar, zodat je hier kunt schuren, een beetje kunt zagen, figuurzagen, boren. Ja, noem maar op, alles wat je graag wilt. Wat staat hier allemaal aan apparatuur dan? Een boorkolom, boormachine, een kleine linszaag, schuurmachine, wat verstekbakken, figuurzaagbeugels, ja, noem maar op. En dit is voor het kleinere bewerking van het hout? Dit is zeg maar de montageruimte, om het zo maar te noemen. Je ziet de mannen zijn nog druk bezig een luchtreiniger op te hangen. Zodat ook het fijnstof hier netjes weggefilterd wordt. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want stof, je wil zo schoon mogelijke ruimte te krijgen. Stof wil je niet natuurlijk, want dat adem je allemaal in. En de andere ruimte zal ik vooruit lopen. Kijk, dit noemen we eigenlijk ja, de koffiekamer, de gezelligheidsruimte, want gezelligheid is voor ons heel belangrijk. Het is niet de bedoeling om productie te draaien, maar gewoon gezellig met een aantal mensen. Hier bij elkaar, kopje koffie erbij, kopje thee erbij. En lekker kletsen best met elkaar. En tussendoor leuke dingen gaan maken. Ja. En natuurlijk praten over de producten die jullie, of de projecten die gemaakt worden. Ja. Okay. Nou, de bedoeling is, wat ik net al zei, stoelen, opvouwstoelen. We hebben helaas geen voorbeeld hier staan op dit moment. Nou, figuurzaagwerk, mogelijk in de toekomst wat houtdraaiwerk, ja, noem maar op. Alles kan. Maar dan zou je dus een draaibank moeten hebben? Dan zou een draaibank. En dat is misschien een van jullie wensen om een... Wij kunnen beschikken over een draaibank. Een van onze toekomstige deelnemers heeft een draaibank, die wil die graag hier neerzetten. Maar ja, daar zitten wel wat veiligheidseisen aan natuurlijk, want dat is best een gevaarlijke machine. De zagerij, zeg maar, hier gebeurt het grovere werk, de voorbereidingen die we eventueel moeten doen. Je ziet, we hebben al een voorraad hout her en der gekregen allemaal. Dus we hebben best een mooie voorraad hout inmiddels. Ja, dat is kostbaar goed geworden, hè, op het ogenblik. Hout is goud. Ja. Dus we hebben van heel veel mensen van, ik heb nog een stukje, daar ligt nog wat, daar ligt nog wat. Dus vandaar dat we dat bij elkaar gesproken hebben. Maar jullie kunnen ook nog steeds hout gebruiken, als mensen nog stukken hebben liggen of wat dan ook. Ja, mooi hout is altijd bruikbaar. Geen afvalhout natuurlijk, maar mooi hout is altijd bruikbaar. Oké. Okay. En hier doen we dus de voorbereidingen. Je zegt van, dingen af te korten. Een grote tafelzaag, een freestafeltje. Hans, leuk, hartstikke mooi, maar wie gaat het allemaal betalen? Tot nu toe hebben we heel veel donaties ontvangen. Ook heel veel stukken gereedschap, allemaal gratis. De vloer die hier ligt hebben we gekregen. Verf wordt gesponsord, elektriciteitskabels worden gesponsord. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, we krijgen van alle kanten. Ja, krijgen we medewerking, dan wel financieel, door donaties. Of door goederen en diensten te leveren. Dus daar zijn we vreselijk blij mee, anders was dit nooit gelukt natuurlijk. Oké, en natuurlijk straks de verkoop van een aantal producten die het... We hopen dat dat ook geld gaat opbrengen. Ja. En de tijd zal leren. Oké, maar het belangrijkste is dat mensen nuttig en aangenaam bezig zijn en met elkaar bezig zijn. Dat is de bedoeling, om mensen zeg maar, wat wij dan zeggen, achter de geraniums vandaan te krijgen. En hier gewoon gezellig een middagje kunnen knutselen. Oké. Nou, dankjewel voor de rondleiding en we gaan het allemaal beleven. Graag gedaan. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag de onze scherpe huurprijzen.